Fred Momotenko, componist, vanavond The Cloud Messenger. Ja. Twee voorstellingen maar liefst. Kan je daar iets over vertellen, Fred? Wat is het voor een voorstelling? Cloud Messenger is een cross-media voorstelling waarbij artistieke animatie, choreografie en hedendaagse muziek, vergezeld door elektroacoustische klanken, wordt bijeengebracht om een vertelling op een hedendaagse manier waar te maken. Dat klinkt ernaar dat je als componist hebt samengewerkt met mensen uit andere disciplines. Kun je er meer over vertellen? Ja, dat is correct. Het primaire idee was dus een stuk te maken waarbij niet heel veel mensen op het podium zijn, dus heel compacte kast. Mm-hmm. Maar daarbij was wel de intentie om dat heel spannend te houden door andere disciplines te betrekken. En ook, wordt ook wel vaker gebeurd, maar naar mijn gevoel meer mag gebeuren, dat hedendaagse muziek een hele andere rol gaat krijgen dan alleen luisteren sfeer of luisteren situatie. Dus vandaar dacht ik, wil iets met choreografie doen en met een dans. Vandaar. Ja. Dus we hebben een combinatie van projectie, wat we achter je een voorbeeld van zien. Hè? Er wordt gedanst en er wordt live muziek gemaakt. Misschien wil je nog iets vertellen over de titel. The Cloud Messenger doet mij denken aan Gustav Holst. Is daar een relatie mee? Alleen omdat Gustav Holst destijds ook hetzelfde gedicht gebruikt had in zijn werk. Maar ik zal eventjes kort vertellen over het gedicht. Het komt uit India. Dat is een werk van de bekendste Sanskriet schrijver Kalidasa. We denken aan eind 5e, begin 6e eeuw, want zijn geboortetijd is niet bekend. Maar hij heeft dus meerdere stukken geschreven die gebaseerd zijn op hindoeïstische mythologie en filosofie. Okay. Daarbij is dus dit stuk volledig gebaseerd op een verhaal dat iemand dus die verbannen was en verstuurd naar een eenzame plek. 1 jaar lang moest dus van vrouw en gezin gescheiden worden. En na enige maanden tijd ziet hij een passerende wolk en hij smeekt hem om een boodschap over te brengen. Dus dit gedicht is wel gebaseerd, maar chronologisch gesproken loopt het niet synchroon met de ontwikkeling van het gedicht. Het gedicht is eigenlijk een vertelling vanuit persoon als wolk. En waarbij dus een plaats vindt van een reis. Ja. Cloud Messenger is eigenlijk een mentale reis van die de wolk zou doormaken. Ja. Ja. Waarom heb je voor dit gedicht gekozen om dit stuk te maken? Had je er een speciale band mee? Of is er iets wat je ermee wilt uitdrukken, mee wilt zeggen? Of leent het zich gewoon goed om zo'n multimediale voorstelling te maken? Ik vind het een interessante vraag, maar ik denk dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Maar de eerste en allerbelangrijkste, ik zocht wel parallellen met het verleden als wij over eenzaamheid praten. Ik dacht dat het toch wel een universeel element is in menselijk bestaan. En dat klopt. Ik zocht wel ook iets wat best wel ook van een andere cultuur afkomt, maar ook van een andere tijdperk. En dat trof ik toevallig heel sterk in dat gedicht van Kalidasa. Dus eenzaamheid speelt hier wel een rol. En dat was dus de uitgangspunt. Even kijken of wij parallellen van nu en toen kunnen vinden. Ja. Ja. Eigenlijk zocht of vind je in het gedicht bepaalde universele menselijke emotie of bepaalde universele menselijke waarden die je op deze manier tot uitdrukking brengt. Wat zijn de muzikale middelen die je gebruikt hebt? Wat voor instrumentatie krijgen we? Heel kort vertel ik over verdeling van de rollen. Dus in het gedicht zijn er ook wel eigenlijk twee personages. En dat is dan de wolk zelf. Die is personificatie van de wolk. We hebben dus dan een mens. Dus persoon, de hoofdrolspeler. Die eigenlijk dus verbannen is. En zijn gedachten. Dus zijn wens naar zijn vrouw. En naar zijn huis. En dat is allemaal projecties binnen. Dus de derde persoon is eigenlijk de projecties. Mm-hmm. De wolk is de muzikus. Mm-hmm. En de danser is de
die persoon, de Jaksa, mythische Jaksa. En als we over muziek praten, ik dacht ook heel sterk aan oud instrument. Ik zocht eigenlijk iets ouds en nieuws en combineerde het bij elkaar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, dus een van de oudste instrumenten zijn blokfluiten. En ik vond sterk behoefte om via de blokfluiten, versterkt door hedendaagse elektronische klanken, daar een mooi balans te maken. Okay. Ja. Dus we hebben blokfluit en elektronica voor wat betreft wat er te horen zal zijn. Ja, daar is heel veel, dat noemen ze live processing. Mm-hmm. Dus de elektroakoestische muziek wordt deels ter plekke gegenereerd op geluiden van de uitvoerende fluitist. Blokfluitist. Ja. Een veelgehoord discussiepunt is natuurlijk van ja, als muziek moet klinken, dan gaat het toch voornamelijk om het luisteren. Hoe is dat in jouw andere werk? Zoek je altijd naar de mogelijkheid om te combineren met andere media? Of heb je ook echte loutere muziek zonder theatrale of visuele elementen gecomponeerd? Ook een heel interessante vraag, omdat ik mezelf nooit in een zo'n hokje wilde stoppen. Het is heel eenvoudig. Want ik zoek altijd wel combinaties, maar ik geniet net zo goed of schrijf net zo graag een a cappella werk of viool solo of stukken combineerd met elektronica of alleen, noemen ze fixed media stukken. Dus ik beperk me niet tot één genre, maar toevallig vond ik Cloud Messenger betrekken van meerdere disciplines heel erg belangrijk. Ja. Omdat het stuk erom vroeg? Of omdat je wilde. Ja, exact. Ja. Maar nogmaals, ik werk graag met luider akoestische instrumenten of orkest of in die koers. Is vanavond de première of is het al eerder gegaan? Nee, dat is de wereldpremière vanavond. Ja. Spannend. Ja, zeer, zeer. Ja. En dan maar liefst twee keer vanavond in de Verkadefabriek in de kleine zaal. De eerste keer was al meteen heel snel uitverkocht. Misschien ook wel dankzij de publiciteit die er geweest is, in Vrije Geluiden bijvoorbeeld. En heb je al projecten in de nabije toekomst op tafel liggen of in voorbereiding? Er zijn een aantal dingen in voorbereiding. In het andere, onder andere is in het kader van het Nederlands-Russische jaar, 2013 wordt het Nederlands-Russisch jaar en daar zijn voorbereidingen voor interessante, ook cross-media projecten. Nog eventjes, vertel ik niet te veel over, maar zeker bezig. Ja. Het moet nog even geheim blijven. Fred, heel erg veel succes gewenst vanavond. Dankjewel voor je toelichting. Dankjewel. Graag gedaan.